Deze beschouwing is naar aanleiding van het feit dat ik gisteravond te horen heb gekregen, via de e-mail, dat mijn goede vriend, of een goede vriend van mij, is overleden. Ik heb eerder een beschouwing gehouden over een ontmoeting met hem. Die had ik het begin deze maand. En toen heb ik hem naar het ziekenhuis gebracht. Een tijdje gewacht in het ziekenhuis. En toen heb ik hem weer naar huis gebracht. Naar het hospitium. Hij zat toen in het hospitium. Hospitium is een plek waar mensen verblijven, waarvan de levensverwachting niet veel is. Een paar maanden. En dan mag je daar zitten. Dat is niet eens goedkoop. Dat vond ik erg bitter om dat te moeten horen. Dat, nou, dan ben je dus zo iemand dat je bijna doodgaat. En dan willen ze nog geld van je hebben ook. Ik denk zo. Ik ken iemand die is 6 jaar jonger dan ik. Die zuipt 5 liter zwaar bier per dag of zo. En die bloot erbij. Maar dan niet alleen wiet, maar ook een hash en met die isolator. En zit godgans de dag op internet. Hij kijkt ook porno. Zijn woning is 1 grote puinhoop. Echt heel vies. Heel vies. Zijn toilet, dat is onmenselijk, man. De woningbouwvereniging heeft... hij was op een dag... zijn sleutels, die had hij binnen laten liggen. Kijk, en ik ben dan iemand, ik heb een set sleutels achtergelaten. Heb ik zelfs weggebracht naar iemand en aan hem gevraagd van, kan ik bij jou een set sleutels achterlaten voor het geval ik een keer mezelf buitensluit. Nou, zo geniaal was deze persoon niet. Dus hij had zichzelf buitengesloten, maar dat vond hij niet erg. Had hij gewoon een raampje ingeslagen van zijn eigen woning. En dan voor de rest niks, hè? Niet eens de woningbouwvereniging bellen en sorry zeggen en ik heb een ruit ingeslagen van mijn eigen woning en ja, kunnen jullie hem komen repareren en wat gaat het geintje kosten? Helemaal niks. Nou, we hebben de buren, die zagen die kapotte ruit en die hebben toen de woningbouwvereniging gebeld of de politie of weet ik veel, buurttoezicht of zoiets. Nou, toen kwam de woningbouwvereniging kijken en die zagen dus die kapotte ruiten. Die zeiden gelijk, ja, dat gaat niet. Die moet gerepareerd worden. Dan hebben ze zo'n glasbedrijf gebeld. En ze kwamen zijn woning binnen en die zagen die ongelofelijke bende. En die zeiden tegen hem, dit kan niet. En toen kreeg hij van de woningbouwvereniging, ja, je gelooft je eigen oren niet. Hij kreeg van de woningbouwvereniging een aantal potten met van die latexverf, die emmers, en bakjes en rollers. En er werd tegen hem gezegd, je gaat je muren sausen. En we komen over 3 weken terug en als die muren niet gesausd zijn, dan word je uit je woning gezet. Lang geleden had die man, en daar heb ik het over, meer dan 10 jaar geleden, had die man een baan. Maar dan kwam hij op zijn werk om 12 uur 's morgens en dan had hij nog steeds een enorme kegel. Hij werkte dan van 12 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds, 11 uur 's avonds. Dan had hij nog steeds een enorme kegel. En die directeur daar, die was hem op een dag beu en die heeft het arbeidscontract opgezegd.
Ja, het is nog een waarschuwing gekregen van, goh, je stinkt naar drank. En, doe wat aan je levensstijl. Daar had hij geen zin in. Had hij ze de diepbaan kwijtgeraakt. En de gemeente heeft nog met hem gesprekken gehad en gezegd van, ja, wij zijn niet Sinterklaas. Dus kan jij dit werk gaan doen, dat werk gaan doen? Noem het maar werk wat ik momenteel doe. Ja? Ik ben landbouwkundig ingenieur en ik maak toiletten schoon. Dat is eigenlijk mijn voornaamste taak. Dat is het allerbelangrijkste wat ik doe. Oh ja, en was opvouwen. Dus morgen zijn dat mijn twee prioriteiten. Oh ja, en het sanitair van de badkamers. De vloer moet ook gemopt worden. En tegeltjes afnemen in de badkamers. Nou, daar ben ik dan niet de hele dag. Maar een aantal uren ben ik daarmee bezig. En die wasmachines aanzetten. En die drogers aanzetten. En dan moet je toch wel even goed opletten hoor. Want het is wel de bedoeling dat de hele was er doorheen gaat. En ja, dan moet je wel die machines in de gaten houden. Als de ene klaar is, dan gelijk klak, 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 bonk, 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 klink, bonk, pop. Druk op de knop. En dan kijk je iedere keer op de klok. Anyway, dat werk heeft hij geweigerd. Want hij zei, dat is beneden mijn opleidingsniveau. Ja, niet dit werk wat ik doe, maar soortgelijk werken. Bijvoorbeeld productiewerk of... Nee. En hij heeft niet eens zo'n hoge opleiding, hoor. Nou, zei hij, dat hoef ik niet te doen, want... beneden mijn waardigheid, beneden mijn opleidingsniveau. Ik kan veel meer, dus je mag me niet dwingen tot het doen van dit soort werk. En dat schijnt dan in de wet te staan dat het inderdaad dan niet mag. Nou, toen heeft de gemeente heeft dat maar opgegeven. Ze hebben nog een tijdje tegen hem gezegd van je moet solliciteren. Nou, dat doet hij dan. Dat is in zijn computer sollicitatiebrieven gemaakt. Maar dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Ja, dan komt hij rustig op een sollicitatiegesprek en dan heeft hij een enorme kegel. Dus ja, dan zo'n toekomstige werkgever denkt dan, oh, een vent van 53 en die stinkt naar drank om 2 uur 's middags. Ja, wil ik die wel in mijn bedrijf? Nou, en deze man, die krijgt van de gemeente een uitkering, à la €922 in de maand. En dan krijg je ook nog zorgtoeslag en huurtoeslag. Dus alles bij elkaar een dikke 1100, bijna 1200 in de maand. Dat krijgt hij. En dan die vriend van mij, die dus, waarvan ik gisteren hoorde dat hij overleden was. Die moest betalen voor zijn verblijf in het hospitium. En dan niet €2 per dag, hè? Nee, dat was tientjes per dag. En die vriend van mij, die is ook landbouwkundig ingenieur. En waarom het nou in zijn arbeidscarrière niet zo fijn is gelopen, daar heb ik wel een beetje ideeën over. Maar over de dood dan niks aan goeds natuurlijk. En die heeft uiteindelijk gewerkt als schoonmaker. Dus die heeft wel gewerkt hoor, in zijn leven. Maar toen kwam dat geintje met het hospitium en die rekenen dan een bedrag per dag. Dat ik dacht, wauw, maar dat heb ik helemaal niet. En die kon gaan bedelen in zijn familie en kennissenkring. Vind ik niet eerlijk, vind het niet correct. Ik vind het een schande van de Nederlandse samenleving. Dat doe je iemand niet aan. Iemand die nog maar 3 maanden te leven heeft, ga je niet opzadelen met een financieel probleem. Hij zit niet in het hospitium voor de gein. Kijk, die vriend van mij, die dus weigert te werken en die zit elke dag te zuipen en te blowen en een beetje op internet te kijken. En natuurlijk kijkt hij ook porno en doet helemaal niks in zijn woning. Ja, die leeft voor de lol. Die zouden ze rustig uit een warse woning kunnen zetten, waarom niet? En die woning weer leefbaar krijgen. Nou, dat kost je 3 dagen werk door 3 man. Dat kan ik je wel vertellen. Dan kan je een container laten komen.
van de AVR, van de afvalverwerkende reinigingstoestanden. En die kan je vol gaan storten met alle troep die erin zit. Je kan er bijna naar binnen met gasmaskers. Tapijt eraan slopen. Oh, man. Wat een junkzooi daar. Dus waarom heeft die man een eigen woning? Die kan makkelijk, net als Adolf Hitler destijds, een bedje betrekken op een slaapzaal. Ik bedoel, dat was goed genoeg voor Adolf Hitler destijds, toen Adolf Hitler geen poen had, weet je nog? Het is geen grapje wat ik over Adolf Hitler zeg. En het is ook geen grapje wat ik over die vent zeg met zijn uitkering. Ik ben gewoon een pure werkweigeraar. Maar die krijgt wel poen. En dan mijn vriend niet. Die moet betalen. Terwijl ze weten dat hij dat niet heeft. Maar heel tragisch vind ik het dat mijn vriend die overleden is, die is zijn hele leven atheïst geweest. En daar maak ik me toch zorgen over, nu die dood is. Hè? Kijk, voor een atheïst is de dood niet belangrijk. Dat zegt niks. De atheïst die kan denken, als ik dood ben, dan kunnen mensen mij missen. En dan huilen. En dat is dan vervelend voor die andere mensen. Dat is het enige negatieve bij de dood. Wat een atheïst heeft. En de atheïst weet dat als het moment aanbreekt dat hij of zij als atheïst sterft, dat hij of zij zich niet bewust zal zijn van het feit dat de mensen zullen huilen, droevig zullen zijn om zijn dood. En de atheïst weet ook dat voor zover mensen huilen en droevig zijn over het overlijden van de atheïst, dat dat eigenlijk niets meer is als de consequentie van dat wat Boeddha noemt hechting. Ik ga het even goed aanpakken. Dit is een requiem voor een atheïst. Dus zet je maar schrap, jongen. Ik ga het even keihard doen, want ik ben erg verdrietig. En niet voor mezelf. Maar voor hem. En voor jullie. Dus ik heb er een potje thee bij en het is nu zondagochtend 9 uur. Nou, dat belooft nog wat. Kijk, het boeddhisme. En ga nu niet denken dat ik alles erbij sleur, want dat is niet zo, hè? Kijk, het boeddhisme als stroming is een onderdeel van het atheïsme. Het atheïsme accepteert boeddhisme. Volmondig. En terecht. Want ik vind dat Boeddha gelijk heeft. Ik vind atheïsme een vorm van proto-christendom. En proto is dan voorafgaand aan. Het is een eerste aanzet. Maar aan de andere kant, het christendom heeft een wortel in het oude convenant, in het Oude Testament. En het heeft het boeddhisme helemaal niet. Dus het is niet alleen een proto-ding voor het christendom, maar ook nog erg oppervlakkig. Dus in die zin heeft het boeddhisme voor mij niet veel waarde in vergelijking met de inhoud van de Bijbel. En op zichzelf heeft het boeddhisme waarde. Want als je helemaal niks hebt, dan heb je altijd het boeddhisme nog. En als je de Bijbel hebt, heb je het boeddhisme niet nodig. Maar heb je helemaal niks, dan heb je het boeddhisme nog. En wat Boeddha leert, is dat leed, dat komt als een, dat komt door hechting.
Dat is het woord wat Boeddha gebruikt. Christus zal zeggen zonde. En die twee begrippen liggen dicht bij elkaar. Alleen het begrip zonde gaat veel dieper dan het begrip hechting. Maar het christendom is volwassener dan het boeddhisme. En het christendom heeft een hele lange wortel. Heeft het boeddhisme niet. Dat was maar één iemand. Dat was prins Siddhartha. En die heeft een tijdje in de ronde gelopen. En dat was een bijzonder aangenaam mens die heel erg in balans was. En mensen wilden weten, hoe kan jij zo blij zijn met zo weinig bezit? En Boeddha zei, nou, ik ben juist zo blij omdat ik niks bezit. Kijk, hechting leidt tot hebzucht. En hebzucht leidt tot moordzucht. Dus hechting op zichzelf, dat is het begin van het einde. Dat is Boeddha. En hechting levert verdriet op. Op het moment dat je het kwijtraakt. Dus stel twee mensen. Die hebben allebei een baan. En die baan is zo. En allebei zien ze uit naar de vakantie. En die ene mens die ziet uit naar de vakantie. En dat is, die begint dan op 14 juli tot en met. Die heeft dan 20 dagen vakantie, zullen we zeggen. Of zoiets. 14 dagen vakantie. Dus die heeft vakantie van 14 juli tot en met 28 juli. Maar dan heb je nog het weekend eraan vooraf. En het weekend daarop volgend. Dus alles bij elkaar. Ziet er dan echt wel best wel een lange vakantie voor de boeg. Denk van, nou, ik hoef er niet te werken tot en met zoveel juli. Hehe. Nou, en dan die vrijdag, dat is dan de laatste werkdag. En dan zegt hij heel vrolijk tegen zijn baas en al zijn collega's van, nou jongens, stel ik je sukkels, hè? Ik kom maandag niet. Want voor mij is de vakantie begonnen. Dus op vrijdag is zijn vakantie al begonnen. En dan drinken ze een biertje en dan lachen ze wat en hij is dan lekker met zijn vakantie begonnen. En dan dik twee weken later zit hij weer 's morgens op zijn werk en zegt hij, nou, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik dacht, nou, kan die jongens hier toch niet in de steek laten. Dus nou, daar ben ik weer. Iedereen lachen. Die ander, die was ook, die zag uit naar zijn vakantie en die had een reis geboekt naar Turkije. Nou, punt 1, zijn vakantie begon dus niet die vrijdag al. Want die reis was dan heel goedkoop. Maar dan moet je wel maandagochtend vroeg moet je gaan vliegen. En er was een ontzettend drama. En die taxi naar Schiphol, die was nog een keer te laat ook. En dan heeft hij zijn neef moeten bellen. En hij dacht toen al van, jeetje zeg, nou die vakantie, dat wordt helemaal niks. Als hij zo begint. En dat was ook een drama. Ja, kortom, na een heel gesteggel op Schiphol heeft hij toen ontzettend boos naar het reisbureau gebeld. En gezegd, wat zijn jullie voor stelletje? Piep! En heeft het reisbureau gezegd, ja, als je zo begint, dan doen we ook verder niks voor je. En ik wil mijn poen terug. Nou, dan zat hij dus maandagavond zat hij weer thuis. Nou, en ook op dezelfde dag weer op een andere maandag. De maandag twee weken later was hij weer op zijn werk. En mensen zo, en hoe was je vakantie? En die zei, amen. Ik ben blij dat ik weer aan het werk ben. Oh. Nou, en dan zal Boeddha zal zeggen van, kijk, die eerste man, die was verstandig. Die hechtte zich niet. Die kreeg die vakantie aangeboden en die dacht, nou, is best. Dan ben ik dus vrijdag, is mijn laatste werkdag. Nou, dan begint mijn vakantie. En dan die maandag, dan moet ik weer gaan beginnen. Nou ja, en in de tussentijd heb ik vakantie. Die had ook helemaal niks gepland. Die dacht van, nou, ik zie het wel. Ga eerst eens even lekker uitslapen. En dan ga ik mijn DVD-verzameling op alfabet zetten. En oh ja, en mijn buurman die zit de hele tijd te zeuren dat ik een keer mee moet naar de biljartvereniging. Nou, dat ga ik dan maar eens doen. Oh, en mijn moeder die zit al een tijd te zeuren over die dakgoot van het schuurtje. Nou, dat ga ik denk ook maar doen.
Dat doe ik maar gelijk aan het begin, daar ben ik er vanaf. Die had zo zijn vakantie gepland. En die andere man, die was gehecht aan het idee van een vakantie in Turkije. Lekker naar Bodrum en dan ga ik shish kebab eten en shawarma. Nee, dat hebben ze dan niet. Hè? Nou, dat hebben ze ook niet. Die is dan gehecht. En hechting is gevaarlijk, zegt Boeddha. Punt 1, het leidt tot hebzucht en hebzucht leidt tot moordzucht. Dus er komt niets dan slechts van. En als je niet krijgt dat waar je aan gehecht was, dan krijg je een pesttumeur. Ja, want laten we wel zijn, die beide heren, toen die op dinsdagochtend wakker werden, allebei hadden ze vakantie en allebei hadden ze geen reis naar Turkije. Maar toch is die ene man die die hele reis naar Turkije niet gepland had, die is veel gelukkiger dan die man die die reis wel gepland had en een maandag voor niks op Schiphol heeft gestaan. En nog ruzie heeft gemaakt met die mensen van het reisbureau. En die boden hem nog aan dat hij dan wel alsnog kon, maar dan was het pas weer zo weken, zoveel dagen later. En dan kon hij dus niet de volledige 10 dagen naar Turkije, maar dan moest het iets van 6 dagen worden. Toen heeft hij gezegd, nou daar heb ik geen zin in. Nou, dat hele verhaal, je kent het wel. Hè? Dat is wat Boeddha zegt. Hè? Je moet je niet hechten. Dus als een atheïst overlijdt, dan dienen zijn nabestaanden niet te huilen. Want als die nabestaanden gaan huilen, dan zou Boeddha zeggen, ja, dat krijg je ervan. Die waren gehecht aan die mens. Die moet je niet hechten. Dat is Boeddha, hè? Dat je goed weet voordat je heel trots gaat vertellen op de volgende verjaardag dat jij atheïstisch bent, maar wel boeddhistisch. Nou, dat is je geloof. Dus als jij een boeddhist bent en dan gaat iemand dood, dan denk je, oh ja, joh. Dat is alles. Je vraagt je dan hooguit af wat er van jou verwacht wordt. Van, moet ik dan ook mijn begrafenis komen? Nou, en als dat van jou verlangd wordt, dan doe je dat netjes. En als er dan kledingvoorschriften zijn, nou, dan hou je je daar aan en voor de rest niet. Door jij kan niet bedroefd zijn, want je was niet gehecht. Je bent totaal onthecht. Dat is wat Boeddha zegt. Dat is de ultieme levenshouding die Boeddha dicteert. Het gaat heftig hoor, het atheïsme met het boeddhisme als geloof, stroming. Er is ook een verhaal opgetekend van een man en die wilde graag een kind. Dat is rode vlag nummer 1, dat is hechting. Hè? Dus die had een vrouw bezwangerd, die denkt, oh wat leuk, ik krijg een kind. Nou, toen werd het kind geboren en dan was het kind ontzettend mismaakt. En dat was toch niet koud een half uurtje op de wereld en het ging dood. En die man, die was helemaal in zak en as. En die neemt dat lijkje van dat kind mee naar de boeddhistische raadgever. Of priester, voorganger, wijsneus. En hij legt de hele zaak uit. Van, wat moet ik nou doen? Oh, zei die boeddhistische priester. Nou, er zijn verschillende dingen die je kan doen natuurlijk. Nou, in jouw geval zou ik dat kind op de arm nemen. En het dorp ingaan. En iedereen laat je dat dode kind zien. En je vertelt aan iedereen dat dat dode kind een mooie materialisatie is van jouw mislukking zijnde. Dus dat je dat dode kind laat je zien aan iedereen in het dorp en je zegt van kijk, ik heb een dood kind gemaakt. En dan kan je zien wat voor ongelofelijke sukkel ik ben. Ik wil graag jullie vertellen dat ik echt niks voorstel. En als je daaraan twijfelt, kijk nog een keer naar mijn dode kind. Want een beetje fatsoenlijk mens gaat toch niet zo'n lijk produceren. Nou, en ik wel. En zo dom ben ik. En ik wil graag dat iedereen weet wat voor ongelofelijke minkukkel ik ben. Dat is boeddhisme.
Dus de eerstvolgende die zegt dat het boeddhisme, dat is allemaal zo liefjes en leuk en allemaal pais en vree. Dat is gewoon helemaal niet waar. Het atheïsme, waar het boeddhisme dus een onderdeel van is, nou, dat is dit. Maar goed, jij vindt het misschien moeilijk om je te verplaatsen in de gedachtegang van die boeddhistische leraar die zoiets opdraagt aan een vader wiens hart gebroken is met dat dode kind, dat dode mismaakte kind. Dat je zegt, nou, ik kan me niet voorstellen dat je dan zoiets zegt als leider, als priester, hè? Nou, misschien heb je moeite om je voor te stellen hoe jij dat zou brengen. Of hoe jij zoiets zou brengen als jij een boeddhistische priester was of een priesteres. Maar dat je dat moeilijk vindt voor te stellen, betekent niet dat dat niet waar kan zijn. En dat is het atheïsme. Het atheïsme is bottom line, in de grond is het gruwelijk. En het zou waar kunnen zijn. En dan doet de dood er helemaal niet toe. Totaal onbelangrijk. En je hecht je helemaal aan niks. En je blijft in leven tot je sterft. Dat is het boeddhisme, dat is het atheïsme. En je kan natuurlijk ook nog als atheïst kan je zeggen van nou, ik hecht me wel en ik ga doen aan, weet ik veel wat, porno kijken of mooie auto's rijden of lange verre reizen maken of allerlei hechtingsdingen, die ga ik lekker wel doen. Nou, kan je doen. Je krijgt wel het probleem dat je naarmate je ouder wordt, gaat dat steeds moeilijker. En dan gaat die hechting opspelen dat je dus op een dag niet meer die dingen kan doen die je altijd zo graag deed. En dan ga jij pijn ervaren. Een verdriet, een gemis. Maar dat hoort bij het leven van de atheïst. En er is niemand die er een traan om laat over jouw verdriet. En mensen die het wel doen, ja, die zijn boeddhistisch gesproken niet zuiver op de lijn. Dus is dat dan belangrijk voor jou dat boeddhistisch afwijkende personen huilen op jouw begrafenis? En trouwens, jij zal het niet meemaken, want jouw molecuulformatie is uit elkaar gevallen en daarmee is alles weg. Dus ook als jij pijn hebt, hè, iemand die iemand komt erachter dat zijn kind jarenlang misbruikt is op het kinderdagverblijf, waar die zijn kind wel naartoe moest brengen, want het ging gewoon niet anders. En toen kwam hij erachter dat het kind te seksueel misbruikt is en het heeft zich altijd verschrikkelijk geschaamd voor wat er gebeurde bij het kinderdagverblijf. En jij komt daarachter en je flipt helemaal uit. En dan gaat de boeddhistische leraar tegen jou zeggen: jongen, waar maak je je druk over? Dat is boeddhisme. En het atheïsme zal zeggen van ja, je kan me voorstellen dat je het niet leuk vindt, maar ja. Eigenlijk, jouw kind is ook niks meer als een zak moleculen. En jij zegt dan dat je kind bewust is, maar daar moet je je ook niet te veel bij voorstellen. Jouw kind doet alsof het bewust is. Dus jouw kind zegt wel dat ze zich schaamde voor alles wat daar plaatsvond, maar er is nog nooit aangetoond dat schaamte, dat het echt bestaat. Daar weten wij verder niks van. Robert Sapolsky, die zegt dat letterlijk. Schaamte en dat soort dingen. Dat zijn woorden.
Maar je hebt gewoon die moleculen die zeggen dan, ik schaam me, maar meer niet. Het gaat om dopamine niveaus en andere endorfine. En je hebt gewoon bepaalde moleculen en die gaan dan zeggen, ik schaam mij zo. En dat is dan cultureel, historisch bepaald en meer niet. Robert Sapolsky als atheïst is ook zo iemand die dat soort dingen heel makkelijk naast zich neerlegt. Want er is geen enkele grond om je daar druk over te maken. Je kan misschien de sterke arm van de wet inschakelen en dan met wetsteksten gaan smijten en zeggen van, het is verboden bij wet dat iemand die verantwoordelijk is voor kinderen op het kinderdagverblijf, dat hij daar seksuele contacten mee heeft en ik ga die man aanklagen. Nou, dat is het dan. Maar een algemeen morele verontwaardiging, nee. Waarom? Kijk, voor een atheïste zijn de moleculen die een mens constitueren, die zijn net zoveel waard als de moleculen die een wolk conformeren. Nou, en als je een wolk hebt die er heel mooi uitziet, waarvan iedereen denkt van, oh, wat een mooie wolk, en even later is die wolk weg. Nou, dan zijn er ook mensen die zeggen, nou, ik ben blij dat die wolk weg is, want ja, nu kan ik lekker in de zon gaan liggen. Hé, eindelijk is die wolk weg. En jij vond die wolk misschien heel erg mooi. En jij gaat misschien zitten huilen van, nou, ik vond zo'n mooie wolk, want die leek precies op tante Gerda. Of zo. En dan zegt een ander van, je zit niet zo te zeuren, ik lig lekker in de zon en ik ben blij dat die wolk weg is. Kijk, zo kijkt een atheïst naar het leven. Er zit niets meer achter. Met andere woorden, als mijn atheïstische vriend, die dus nu overleden is, als die gelijk heeft, is er voor mij geen enkele reden om te treuren. Waarom? Die moleculen die zijn nu uit elkaar gevallen. Zijn hart klopt niet meer. Ja, hij moest toen, ik heb hem dus naar het ziekenhuis gebracht omdat hij leukemie had. Ja, dan moest hij 2 keer per week naar het ziekenhuis. Nou, dat hoeft niet meer. Dus ja, als je hart het niet meer doet, heb je ook geen bloed nodig. Nou, dat is alles. En voor mij is het natuurlijk jammer dat... Ja, ik vind het dus wel jammer dat ik hem niet meer zie. Ik ben wel geschokt. Dat komt omdat ik... Nou, ik had toen van hem gehoord begin deze maand dat het beter ging met hem en dat hij weer naar huis zou mogen. Nou, zo goed ging het met hem. Zo leek het zo goed met hem te gaan. En ik had al hele plannen in mijn hoofd. Ik heb ook net tegen hem gezegd van, oh, en die vriend, dus een wederzijdse vriend... En die woont hier ergens in de buurt van Arnhem. Toen zei ik, nou, als jij hem nou even opbelt, dan kom ik jou ophalen in daar waar die woont. En dan rijden we samen naar die andere vriend. Die gemeenschappelijke vriend. Want die heb ik ook jaren niet gezien. En die gezamenlijke vriend, die heeft nu een kunstheup. Nou, dat is er ook interessant. Ja, ouderdom komt met de gebreken. Hè? We zijn allemaal niet zo piep meer. Ja, dat gaat dus niet. Nou, daar baal ik wel van. En een boeddhist zal zeggen, ja, dat is een atheïste. Die zal zeggen, ja, dat is een typisch jouw probleem. Jij was eraan gehecht. Ja. En ik vind het geen probleem dat ik verdrietig ben dat mijn vriend overleden is. Ik heb er geen moeite mee. Ik maak me zorgen over hem. Want voor mij is het niet zo... dat als die moleculen uit elkaar vallen, dat daarmee het bewustzijn ook verdwenen is. En voor mij is het zo dat het bewustzijn primair is. Dat het bewustzijn ging vooraf aan de materie. Ooit, lang geleden. Er was ooit nog helemaal geen materie. Maar toen was er bewustzijn. En dat bewustzijn, dat is oorzaakloos. Dat moet nu één keer. Het begin van alles moet oorzaakloos zijn. En dat oorzaakloze, dat is bewustzijn. En dan bewustzijn met een wil.
Of je kan nog beter zeggen, een wil. Ooit was er een wil. En er was één wil, niet twee, niet drie. En die wil, dat is de algemene ondeelbare wil. Die zich manifesteert en ons creëert. En wij zien de objectieve werkelijkheid. En dat is de manifestatie van de wil. En dus wat wij de objectieve werkelijkheid noemen, dat noemen wij de werkelijkheid. Maar dat is alleen maar de objectieve werkelijkheid. De werkelijkheid is de wil. En de werkelijkheid is niet weg. Dus het lichaam van mijn vriend is uit elkaar gevallen. Maar het leven wat hij geleid heeft, dat is nu voltooid. En dat leven dat staat. Het leven is de oogst van zijn. Het is de oogst van de wil die zich manifesteerde in zijn lichaam. En wat zal die oogst zijn? Hij heeft het woord van de Bijbel altijd afgewezen als onzin. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarmee verdoemd is. Maar het geldt niet als een pre. En er zijn ook mensen en die zeggen dat het woord van de Bijbel dat dat alles is. Maar eigenlijk zeggen ze maar wat. En dat telt dus ook niet. Maar heeft hij gelijk met zijn atheïstische standpunt? Nou, dan is er niks gebeurd. Het is zielig voor zijn vrouw. Die. Ja, dat is niet leuk voor haar. Hij heeft een buitenlandse vrouw. Misschien gaat ze dan terug naar het land waar ze geboren is. Misschien blijft ze hier. Dus voor zo, ja, zoiets is niet een verrijking van je leven. Hè? En die vriend van mij is natuurlijk niet zo oud geworden. Hè? Net zo oud als ik nu ben. 60 ongeveer. Maar je gaat er toch vanuit dat iemand wat langer leeft, of niet? Dus dat komt toch als een schok. En voor die vrouw is dat natuurlijk echt een fysieke, dagelijkse. Nou, dat is heel erg. Ik neem aan dat zij veel gehuild heeft. Tja. Met haar heb ik te doen. En dus ook met die atheïst. En ik zou zeggen, als ik dan bij het oordeel over zijn leven, zou mijn bijdrage zijn dat ik kan zeggen dat hij, alhoewel hij de inhoud van het woord van de Bijbel niet heeft leren kennen, omdat hij het niet wilde. Dat was puur zijn eigen keuze. Hij heeft ze er niet voor opengesteld. Het was niet zo dat hij opgegroeid is op Antarctica waar geen Bijbels werden gedrukt. Hij is geboren hier in Nederland. Maar hij heeft er bewust voor gekozen om de Bijbel niet te leren kennen. Ik kan dat als positieve tegen inbrengen, dat het wel iemand was die zich heel erg bewust was van schoonheid. En respect had voor planten en dieren. Dus hij had wel respect voor de schepping. Op een intensieve manier. Hij was vegetariër, omdat hij vond dat je dat dieren niet aan moet doen. Hij had ontdekt dat hij net zo goed in leven kon blijven van het eten van planten. Dus was hem dat genoeg. Nou, dat is toch prima, of niet? Ja, dat geeft aan dat zo iemand wel degelijk geeft om andere mensen. Maar hij heeft niet die connectie kunnen leggen dat dat geven om andere mensen, dat dat ook echt gevraagd wordt.
door de God van de Bijbel. En dan blijf ik het toch jammer vinden dat zo iemand dan niet de kennis van de Bijbel toegevoegd heeft aan zijn algemene kennis. En ja, met die extra lading aan de slag was gegaan. Ja, net zoals dat je een computer hebt en heb je altijd best wel leuk mee gewerkt, maar je hebt nooit de handleiding gelezen. Want jij vond van ja, nou ja, kijk, ik ben ik in computers, ik weet het allemaal zo wel hoor, ik doe dat zonder handleiding. Ik ben bijvoorbeeld zo iemand. En het is mij meerdere keren overkomen. En momenteel heb ik dat, by the way. Ik heb nu een boek gekocht afgelopen kerst over de programmeertaal die ik al jaren gebruik. En die programmeertaal heb ik al die jaren gebruikt met de gedachte van ik weet het zelf allemaal wel. Ja, nu blijkt dat er, ja, dat kon ik ook niet weten, maar recentelijk is die programmeertaal sterk verbeterd. En dat wist ik dus niet. Met name in 2017 is er nogal wat aan de weg getimmerd. Maar ook daarvoor al, toen ik nog helemaal ja, echt dacht van ik weet dat zelf wel allemaal. Dus heb ik de handleiding van mijn computertaal nooit bestudeerd. Had ik wel moeten doen, dat weet ik nu. Had ik toen moeten doen. Dat had ik had die hele boel op de voet moeten volgen. Had ik veel beter aangedaan. Had ik veel betrouwbaarder software geschreven. Maar ja, ik was eigenwijs. Ik doe het zelf wel. Ik heb geen handleiding nodig. Het gaat om mijn inventiviteit, mijn intuïtie en mijn doorzettingsvermogen. En je handleiding, sukkel. Dat kan ik nu tegen mezelf zeggen. Maar dat zeg ik dan ook tegen atheïsten. Kijk, van het begrijpen van de Bijbel krijg je geen puistjes. Met het begrijpen van de Bijbel wordt het je duidelijk dat op deze wereld zijn er niet zoveel vrienden voor jou. Er is eigenlijk maar één vriend die je hebt en dat is Christus. Dat is de langmoedige. Dat is de man der smarten. En voor de rest is iedereen nou, hulpeloos, radeloos, reddeloos, zoekende. En jij hebt het woord van God in je hart. En ja, je bent dan eigenlijk heel sterk. Ik was laatst aan het luisteren naar een preek die ergens in Nederland gegeven is. En die hebben ze dan opgenomen en op internet gezet. En dan, ja, dan moet ik het voorzichtig zeggen. Maar ik vind het jammer dat die preek op internet staat. Ik vond het geen goede preek. En dat is dus wel zo. Dat is ook moeilijk voor de atheïsten dat er nogal wat predikers zijn. En er is nu een keer afgesproken dat hij, als het überhaupt een man is, bij een vrouw, dan berg je maar. Daar zou ik echt niet aan beginnen. Maar het is moeilijk om een goede preek te geven. En deze predikant, die besprak dan het geval dat de tweede koning van het volk Israëls, David,
dat die zich vergreep aan de achterbuurvrouw. Een ronduit schandalig gedrag. Hij heeft zijn man, haar man, laten doden. Zo ook dat nog. Hij heeft die man laten vermoorden. Met als doel om zijn vrouw in te pikken. De tweede koning van het volk Gods was een moordenaar. En dat bespreekt hij dan, die predikant. En dan zegt hij het niet zo duidelijk als ik net. En dan gaat hij ingewikkelde termen erin slingeren. Waar had hij het nou over? Hij had het over beelddinges. Het beeld dat gevormd wordt in het woord moet je zien in de beeltenis die ingebeeld wordt door de bla. Nee, de tweede koning van het volk Israëls. Die geilde op de achterbuurvrouw. En die heeft ervoor gezorgd dat haar man gedood zou worden. Dus dat is moord. Die heeft het man laten vermoorden om seks te kunnen hebben met haar. Nou, veel slechter kan je het eigenlijk niet doen in mijn ogen. En dan ben je tuig, je schaam. En dan is dan de vraag van zo'n predikant. Die predikant is gevraagd om dit te bespreken. En de vraag is dan van waarom staat dat in de Bijbel? Nou, dat lijkt mij duidelijk. De tweede koning van het volk Israëls heeft een mens laten vermoorden zodat hij seks kon hebben met zijn vrouw. Dat is gebeurd. En daarom staat het in de Bijbel. En dan kan jij je afvragen, bedoelt de Bijbel soms te zeggen dat volkeren koningen moeten hebben? Dat dat zo hoort? Nou, dan is mijn vraag aan jou, hoor je jezelf die vraag stellen? Ik laat even een pauze vallen. Nee, wat de Bijbel ons vertelt, is dat koningen, dat zijn beesten. Een koninkrijk is een beest. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. En dus ik kan deze preek, die kan ik beter houden. Dus er zijn heel veel predikanten, dat zijn zulke lulletje rozenwaters. Maar ja, ik kan dat niet allemaal op gaan lossen. En waar ze, wat die predikanten dan veroorzaken, zonder dat ze het zelf dan echt zich er bewust van zijn, maar zij verhinderen dat atheïsten tot de waarheid komen. Want een atheïst die luistert naar dat gemompel van zo'n vent en die dan begint van ja, en David, en die zag dan dus die achterbuurvrouw in de blote niksie, en die was aan het douchen, ja, zeg maar net als in die reclame van Fa. Dat was ooit een reclame van Fa. Dat ging om, was ook weer douchecrème schuim. En dan zag je een vrouw, dat was toen schokkend. Dan zag je een vrouw door de branding hollen, springen. En ze had een slip aan, zo'n zwembroekje. Maar geen bovenstukje. En er werd toen nog schande van gesproken. En dat mocht toch op de Nederlandse tv komen. Want het was, hoe heet het ook alweer? Zinvol naakt?
betekenisvol naakt. Het was naakt met een boodschap of zo. Ik vind het dus helemaal niet passen in het verhaal van die predikant om dan daarbij stil te staan. En een atheïst, stel dat daar een atheïst in de zaal had gezeten en die had dan echt willen weten van waarom staat er in de Bijbel dat de tweede koning van Israël een man heeft laten vermoorden zodat hij seks kon hebben met zijn vrouw. En dat zeg ik je net, omdat in de Bijbel staat dat koninkrijken, dat zijn beesten. En die beesten, daarop zit een vrouw. En op het voorhoofd van die vrouw staat geschreven Babylon de Verborgene. En daarom staat de Bijbel helemaal vol met waarschuwingen voor koningen. En koninkrijken die erbij horen. En dan die vrouw die er bovenop gaat zitten. Die bovenop die koninkrijken gaat zitten. En die vrouw, die heeft op haar voorhoofd geschreven Babylon de Verborgene. En die is dronken van het drinken van het bloed der heiligen. Zo moet je dat begrijpen. En zo moet je atheïsten tegemoet treden met de inhoud van de Bijbel zoals die bedoeld is. En nee, dat is niet allemaal voor kleine kinderen hun oren. Arthur Schopenhauer heeft ooit gezegd dat dingen als metafysica, je bent een spekkoper. Een oud woord is dat, hè? Betekent een masselaar. Je bent een spekkoper als je de metafysica, dat wat gaat over het bestaan, dus niet het bestaan zelf. Als jij een biologieprogramma houdt over hoe een mierenkolonie werkt en dat er een koningin een mier is en dat die andere mieren, dat lijkt wel een puinhoop, maar dat is het helemaal niet. En iedere mier heeft zo zijn taak. En ja, kijk, dat kan je aan kleine kinderen laten zien. Ja. Dat gaat ook wel over de werkelijkheid, maar metafysica is dan over de werkelijkheid in de zin dat het de werkelijkheid overstijgt. En dat het dus niet ingaat op die specifieke, in dit geval, mierenkoloniën. En een metafysische beschouwing. Je bent een spekkoper als je dat duidelijk kan maken aan een mens van 14 jaar. Alsjeblieft. En tegenwoordig. Ja, tegenwoordig heb je. Ja, ik twijfel nu eigenlijk. Misschien dat je nog steeds. Dat die leeftijd niet opgeschroefd is. Alhoewel je kan zeggen dat mensen van tegenwoordig, van 14. Die zijn qua breinontwikkeling. Lopen ze ver achter bij de mensen van 14. Toen ik 14 was. Ze zijn veel kinderachtiger. Maar ik denk dat je daar eigenlijk niks van aan moet trekken. Nu dan even. Hè? Dus ik ben even van mijn apropos, van mijn trein der gedachten af. Maar dan nog, dus zo'n preek. Ik ben er ook niet voor dat je met kinderen en al in de kerk gaat zitten. Dat vind ik niet oké. Ik vind het wel prima om preken te houden. En ik vind het ook best om bij elkaar te komen. En daar kies je dan een dag in de week voor. Ik zou het niet per se op zondag doen. Als je het dan toch doet, doe het op de sabbat. Alsjeblieft. Op vrijdagavond bijvoorbeeld. Vrijdagavond na zonsondergang ga je met z'n allen naar de kerk. Of zaterdagmiddag voor zonsondergang ga je naar de kerk. Dat is de sabbat. Die gaat dus van vrijdagavond zonsondergang naar zaterdag zonsopgang. Zonsondergang. Dus vrijdagavond zonsondergang begint de sabbat. En een zaterdagavond zonsondergang dan
eindigt de Sabbat. En dan heb je natuurlijk wel een probleem als je woont in het noorden van Finland. Want daar heb je een aantal maanden per jaar heb je helemaal geen zonsondergang. Dus dan zou je daar nooit een Sabbat hebben. Omdat het altijd donker is of omdat het altijd licht is. Dus ja. Ja, daar weet ik het dan ook niet. Maar hier in Nederland, hier in Europa, kan je dat makkelijk hanteren. Waarom niet? Ik zou het niet op zondag doen. Juist niet op zondag. Want dat is zondag, die zonsverering, dat komt van het heidendom. Nou, zondag is de eerste dag van de week. En daarom heet hij ook zondag. Dus op zondag beginnen wij met werken. Dan heb je eerst zondag, dan heb je de maandag van de zon en de maan. En je eindigt met de Sabbat. Dat is de zevende dag. En dan maakt het natuurlijk geen donder uit. En er zijn natuurlijk mensen en die werken juist op Sabbat. Want die hebben een tent waar ze ijsjes verkopen en patat. Nou, ja, en er komen dan de gezinnen naartoe met hun kinderen en die willen allemaal ijsjes en patat. Ja, iemand moet dan die ijsjes en patat maken en dat moet hij dan maar op die Sabbat doen. Hè? En die houdt dan zijn Sabbat op de zondag. Of op de maandag. Maar zonder meer één dag per week heb jij een Sabbat en die is heilig. Dus maak één dag in jouw week echt tot een Sabbat. Gedenk dat. Kijk, daar ben ik voor. En dan niet met die kinderen in de kerk gaan zitten. Je kan toch wel wat verzinnen dat die kinderen dan iets leuks krijgen. De papa en mama gaan even luisteren naar zo'n preek over David en Bathsheba of Hosea. Hosea die heeft een kind verwekt. En dat kind, dat heeft hij dan genoemd, niet mijn volk. Nee, dat is een leuke vader. Nee, daar zit je echt op te wachten als kind. Ja, dat zijn niet precies verhalen die je gelijk wil vertellen aan kleine kinderen. En kinderen, zeg maar, tot aan het 14e jaar, of eigenlijk moet je zeggen alle kinderen kinderen tot... Nou, kinderen van 8 zou ik echt niet toelaten in de kerk. Waar de preken worden gehouden. En als die kinderen dan zo graag wel in de Bijbel willen lezen, dan, nou ja, dan maak je daar een apart groepje voor. En dat houdt zich uitsluitend bezig met Genesis en de Evangelie en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld niet de brief van Paulus aan de Romeinen. Dat gaan we echt niet doen. Dat moet je niet doen aan kleine kinderen. De brief van Paulus aan de Romeinen, dat is een brief die Paulus schrijft aan de christenen in Rome. Wat we nu de stad Rome noemen, dat bestond toen al. En die bevolking daar was uitermate verdorven. Het leven draaide daarom seks. Een dag niet geneukt was een dag niet geleefd. En mensen deden het met iedereen. Mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Het maakte niet uit. Het ging om het neuken. Het ging om het hebben van geslachtsgemeenschappen. Daar ging het om. Ja, dat ga je niet vertellen aan kinderen, joh. Straks ga je ze nog op ideeën brengen. En het is ook niet leuk wat Paulus daar dan over zegt. Die spreekt er zijn afschuw over uit en dan gaat hij echt tekeer. Maar los daarvan, ik ben er wel voor dat mensen een gemeente vormen. En eens in de week even bij elkaar komen te kijken hoe het met iedereen gaat. En dat ze een voorganger hebben. En die bereidt het dan voor en die houdt een praatje. En dan het liefste iemand die geen vrouw heeft. Maar ja, die moet je maar hebben. En als je die niet hebt, ja, dan maar iemand met een gezin, hoor. Maar iemand moet de moeite nemen om
elke week iets van één leuk praatje te hebben. Dat ik het toch ergens over kan hebben. En dan niet te lang. En voor degenen die dat willen, die gaan een liedje zingen. And that's it. De atheïsten zullen... Ik zeg niet dat atheïsten per definitie naar de hel gaan. Maar het is een gemiste kans. Dat is mijn ding. En daarom maak ik me zorgen over mijn vriend die overleden is. En dat ik mij dus afvraag, van heeft hij... Heeft hij wel genoeg geleefd? Ik heb hem nog op die laatste dag dat ik hem sprak een boekje gegeven waarin de evolutietheorie van Darwin als totale wanstaltige onzin terzijde werd geschoven en dat er een heel nieuw idee over het leven werd besproken en ook met experimenten werd onderbouwd. Het boekje is gepubliceerd in 1941. Dus 80 jaar geleden. Nou, dat boekje heeft hij dus niet gelezen. Dat vind ik jammer. Want hij was een overtuigd Darwinist. De theorie van Darwin, dat is helemaal niks. Dat is voor de gekhouwerij. Hij heeft achter een valse profeet aangelopen. En dat is hem inmiddels nu duidelijk geworden. Zo denk ik erover. Hè? Want de atheïstische view is dat er nu helemaal niks aan de hand is. Zijn moleculen zijn uit elkaar gevallen. En Boeddha zal zeggen, ja, degenen die huilen, die hebben niet goed naar mij geluisterd. Want die waren gehecht aan die persoon. En je moet je niet hechten. Die moleculen zijn uit elkaar gevallen. Nou, big deal. Nou, voor mij is dat dus niet zo. Voor mij is er een mens overleden. En is zijn leven dus daarmee voltooid en af? En is dat leven dan volledig en goed? Of ontbreekt daar wat aan? En voor hem is het dus duidelijk geworden toen hij stierf hoe het al die tijd zat. En hoe heeft hij gereageerd toen hij op het moment van sterven erachter kwam hoe het zat? Dat is wat ik me afvraag. Ik hoop dat het allemaal goed afgelopen is. En dat God genade heeft met zijn ziel. Ik hoop dat het zo is afgelopen dat tegen de tijd dat ik zover kom, dat mijn leven voltooid is, dat ik hem zal ontmoeten. Dat ik tegen hem ook kan zeggen van ja, jij was nooit van de Bijbel. En ik heb je altijd gerespecteerd. Dus het verbaast me niets dat ik jou hier tegenkom. Dit was mijn requiem. Voor een atheïst.